Vandaag zijn we in Dresden, in de regio Sachsen. En we hebben net een hele leuke sessie gehad met allemaal netbeheerders uit Leipzig, Chemnitz en Dresden. Ja, ze zijn ook echt bezig met het thema elektrische mobiliteit. We zitten in een fase waar wij ons een paar jaar geleden bevonden. De eerste honderden auto's komen in de steden. En ze zijn aan het experimenten met nieuwe technieken, nieuwe palen. Allereerst staat hier in Dresden een grote Volkswagenfabriek waar ze elektrische golfjes maken. Dat was echt spectaculair. Ontzettend mooi gebouw, mooie architectuur. Hele rustige omgeving. Er lag bijvoorbeeld parket op de fabrieksvloer. En dat maakte eigenlijk dat het een beetje aandeed als een gezellige hobbykamer, waar ondertussen wel 72 auto's per dag geproduceerd werden. We denken altijd aan de Dieselgate en dat lieten ze ook echt merken dat ze hun les geleerd hebben. En hier zag ik dat ze het ook echt anders doen. Dat het niet alleen de PowerPoint plaatjes zijn en de persberichten, maar het is ook echt in praktijk gebracht. Heel mooi. Je voelt, je hebt het er vaak over, maar nu zie je dat het ook echt in het DNA van de Duitsers begint te komen. En dat het stilte voor de storm is. Nu gaat het over 72 auto's per dag die gemaakt worden en dus ook verkocht zijn. Maar binnenkort gaat het over gigantische aantallen. En daar moeten we op voorbereid zijn. Dus je ziet nu dat het niet enkel alleen maar de wensbeelden zijn van sommige politici. Nee, het gaat echt gebeuren. De fabriek staat er en die kan enorme aantallen maken.